Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij. Eindelijk weer een vlog. Samen met Henene. Hey. Je wordt gebeld. Gisteren zijn we uit geweest en het is niet uit geweest, maar voor ons is het uitgaan. Het is ook een soort uitgaan. We zijn naar een festival gegaan. Eigenlijk het laatste festival van de zomer. Het is van het seizoen. En we zijn kapot, want wij gaan bijna nooit uit. We zijn een soort van oma's. Dus het was echt, we moesten echt bijkomen terwijl we gewoon 12 uur of zo thuis waren. Maar vandaag heb ik een fotoshoot. En hij gaat me stylen. Ik weet niet waarom ik lach, want ze kan het gewoon. Maar ze gaan me gewoon stylen vandaag voor mijn fotoshoot. En die fotoshoot is om 3 uur. Dus ik ga jullie meenemen. En we gaan nu een beetje kijken wat ik aan ga doen. En ze loopt een beetje setjes voor me te maken. Dus even kijken wat ik aan ga doen. Oh ja. Het is wel nice. Maar dan met hakken denk ik. Of sneakers. Met deze sneakers eronder. Oh ja, dat is wel tof. Of met die zwarte. En dan misschien... Zoiets. Kijk daar! Stylist! Oh. Oké, dit. Ik neem al. Oké, tot nu toe hebben we een aantal spullen al. En we gaan nog bij Chloe zelf. Gaan we ook even kijken wat zij heeft. Maar ik zal jullie even laten zien wat we hebben. Dus we hebben één basic outfitje. We hebben hier een body. Met een, hoe noem je zo'n broek? Nou, ik kom even niet op de naam. In ieder geval, en deze broek hebben we. En die combineren we waarschijnlijk ook met een body. En deze schoenen hebben we. Deze shiny. Shiny heels. Dr. Martens, All Stars en een paar hakken. En dan hebben we nog deze outfit. Ja. Nee. En deze. En Cooper met broek. Nou, we gaan onderweg. We gaan onderweg naar de locatie. En eerlijk, Henna lijkt echt op een stylist. Oké, we gaan nu even ontbijt halen. En ik dacht aan een gezonde smoothie met een broodje of zo. Maar Henna wou naar de McDonald's. Ja, ik ga nooit naar de McDonald's. Dus als je gaat nooit naar de McDonald's, maar we hebben gisteren ook kapsalon op. Dus ik vind... Ik niet. Ik heb 3 hapjes. Maar je... Ja, oké. Maar dat vind ik echt niks voor jou. Dat je in de ochtend McDonald's wilt eten. Want Henna wil altijd gezond eten. En nu zei ik juist een keer van... Ja, zullen we gewoon gezond gaan eten? Toen zei Henna, nee, ik wil naar de McDonald's. Maar we gaan dus nog gezond eten. Je bent donker. Echt? Ja. Zeg maar de zon van. Oké, we hebben onze smoothie. Hij is wel echt lekker. Ik hou wel een beetje veel gember. Ja? Mm-hmm. Wat heb jij laten zien? Ik ben benieuwd wat mijn broodje is. Ja, jij hebt ze wel genomen. Ik zie... Zit daar avocado? Anders ga ik geen trek worden nu. Ja, dat is ook avocado. Oh, ze hebben avocado erop gedaan. Oh mijn god. Oh, vorige keer zei ik zonder avocado volgens mij. Ja. Nou, hij ziet er zo uit. Ziet er wel lekker uit. Kapot lekker. Die avocado proef ik nog maar. Nee, niet echt. Hey, there we are. Dus we zijn aangekomen.
We hebben even de kleding allemaal opgehangen. Oh ja, en de schoenen. Net al laten zien. En hier ga je shooten volgens mij toch? Mm-hmm. En misschien buiten ook nog. Oh ja, het is echt super mooi buiten. We zijn gewoon lekker in Rotterdam. Dus Chloe wordt nu opgemaakt. Ja. Chloe is bijna klaar. Ze heeft mooie oogschaduw op. Mooiste kleur. Was ze ging aan? Ja? Nee, ik was. Zo, ik ben net opgemaakt. Nu zijn we aan het stylen. Dit is de first outfit. Oh, ik film het goed voor me. Je staat op je telefoon, hè? Ja, ik weet het. Leuk? Oh. En Hannah heeft echt haar best gedaan. I thank you from the bottom of my heart. Mijn Engels is niet zo goed. Maar ze heeft echt top gedaan. En we gaan nu even eten zoeken. We hebben echt honger. Trek. We hebben trek. We gaan dus naar Warumini. Even een lekkere nasi met kip halen of een bami kip. Wat ga jij nemen? Ik neem een bami kip. Neemt een bami kip, ik neem een nasi kip. Ziet er niet uit, hè? Ik net ook niet. De foto die je net hebt gemaakt. Ja, veel te overheen. Dus dat gaan we nu even doen. En de shoot was leuk. Ja, ging goed, toch? Ja, toch? Je hebt echt super mooie foto's. Ja, ik ben echt benieuwd. En je make-up is mooi gedaan. Ja, ze was echt heel goed. Meestal heb ik zeg maar bij visages dat ze echt mijn make-up niet goed doen of... Mijn wenkbrauwen sowieso niet goed, maar zij heeft het echt heel mooi gedaan. Gewoon lekker. Ik hou van glowy bronzy make-up. Dus dat is top. Nu gaan we eten en ik zie jullie zo. Oké, we zitten in de auto. Hannah die hield het niet meer. Ze zit er baren op te eten. We hebben twee baren. Zij heeft een bami kip. Zij heeft een bami kip. Ik heb een nasi kip. En een Fernandez. En ja, ik heb eigenlijk ook best wel trek, maar ik wacht nog wel even, denk ik. Kan ik alles in één keer eten? Ik ben gierig. Jij bent hoppie gierig. Maar we hebben echt al... Wat hebben we als... Oh ja, het broodje. Oké, we zijn thuis. Kijk hoe mooi uitzicht. Is toch top dit. Bami kip. Nou, wat hebben we eigenlijk deze avond gedaan? Kip gegeten. Ja, geen leven gehad eigenlijk. Ik moet nu mijn make-up afhalen. Laat hem opladen. Weet niet. In de auto misschien weer? Nee. Mijn ga je niet gebruiken. Echt wel? Doei. In mijn is 1%. Ja, doei. 76%. Ik sharing is caring, honey. Oké. Okay. Ja, je had hem weer meegenomen wat ik al niet snapte. Oké. Okay. Ik gebruik dit. Ik ga sowieso nog een skincare routine video opnemen. Ik ga zo.